Leon's Winementaries, aflevering 75. De meeste wijn in Nederland wordt gekocht in de supermarkt. Ruim 80%. Minder dan 20% blijft over voor horeca, webshops en zelfstandige wijnhandel. Als ex-horecaman en wijnhandelaar breng ik deze branches natuurlijk nog altijd een warm hart toe. En daarom deze Winementary weer eens aandacht voor een prachtige wijn die verkrijgbaar is bij een gepassioneerde zelfstandige wijnhandelaar in het zuiden des lands. Het gaat over deze heerlijke McManus Chardonnay. En daarmee behandel ik voor het eerst een wijn van Amerikaanse bodem. Daarover straks meer, maar nu eerst even over die gepassioneerde wijnimporteur. Het betreft Bert Dielen van de slijterij wijnhandel Bert en Joep Dielen uit Venlo. Een begrip in wijnhandelland, vooral bekend voor hun exclusieve import van Amerikaanse en Australische wijnen van hoge kwaliteit. Deze aflevering gaat alleen over Amerikaanse wijnen, wijnen die je helemaal niet zoveel ziet in Nederland. Als je in de wijnalmanak van Kuno van het Hof met de beste wijnen onder de 5 euro bijvoorbeeld kijkt, vind je wel geteld 1 witte, verkrijgbaar bij Albert Heijn, en 1 rode, de Gallo Merlot van de Jumbo. Zijn er dan gewoonweg niet zoveel Amerikaanse wijnen? Integendeel, er wordt juist heel veel gemaakt. Amerika staat op de 4e plek van de lijst van wijnproducerende landen en produceert ongeveer de helft van Frankrijk of Italië. Het heeft allemaal onder andere met marktwerking te maken. De prijzen voor wijn in Amerika liggen vrij hoog. Een rosé voor €2,19, zoals uit de vorige aflevering, vind je niet snel in een Amerikaanse supermarkt. En daarbij komt dat de Amerikanen hun wijnen makkelijk verkocht krijgen in Amerika zelf, dus waarom moeilijk doen en exporteren? Maar de wat hogere en de topkwaliteit van Amerikaanse wijnen, die zijn wel verkrijgbaar en Dielen doet hier dus echt veel in. Wijnen tot wel honderden euro's per fles, de absolute top van Amerika. De verleiding is groot om je creditcard te trekken en een aantal van die toppers in te slaan. Maar ik had natuurlijk het excuus dat ik op zoek was naar een betaalbare, toegankelijke wijn die geschikt was voor Leon's Winementaries. Bert wees ons op de serie van McManus, waarvan ik de Chardonnay nu proef van €13,90. Uitstekende Chardonnay met een rijkdom aan tropisch fruit, ananas, een beetje mango, maar ook peer, meloen, een beetje hout, zeker niet te veel. Lekker! De McManus-familie verbouwt in Californië al sinds 1938 druiven en Ron en Jamie, de vierde generatie, bezitten sinds 1990 2600 acres, ofwel zo'n 1050 hectare wijngaard in de Northern Interior van Californië. Geen kleintje dus. De wijngaarden van McManus liggen verdeeld over 3 appellations. Ongeveer 283 hectare liggen in de River Junction AVA, een koelgebied ten zuiden van Lodi, tussen de Stanislaus en de San Joaquin Rivers. Ze verbouwen hier Chardonnay, Pinot Grigio, Viognier en Muscat. De Merlot en Cabernet Sauvignon komen voornamelijk van de klei- en leembodems uit de Borden Ranch AVA, een subappellation in het grotere Lodi. En de Zinfandel, Syrah en Petit Syrah komen voornamelijk van de graniet- en vulkanische bodems van de Clemens Hill subappellation. Na het proeven van deze heerlijke Chardonnay ben ik zeker benieuwd naar de andere wijnen van McManus. Dus ga maar weer naar Venlo. Als u geïnteresseerd bent in toppen Zuid-Amerika, kijk dan eerst even op de website van Bert. Een indrukwekkende lijst aan wijnen en niet alleen uit Amerika. Als u in de buurt bent, mag u zeker een bezoek aan de gezellige winkel niet overslaan. Trek er wel even de tijd voor uit. Bert heeft een hoop te vertellen en je staat er al gauw met een glas in je hand. Heerlijk. Bedankt voor het kijken. Cheers.